staat in door het dorp Pessen centraal. Eindelijk een borrel. Eindelijk in een hele Pessen. Proost. 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 Op de trektocht. Maar hoe doe je dat? Dan moet je dat opdrukken, hè? Met het opdrukken? Oh. Ik begon direct. 1, 2, 10, 3, nog een keer. Het is eigenlijk niet goed. 10 keer opdrukken, Peter, kom op. Pessen is zo. Goedenavond, dames en heren. Dit is het nieuws van woensdag 2 oktober. Met daarin postkantoor Pessen, 7 dagen per week geopend. Realisatie Zorgcentrum, Bummelverhaal en Manege Smit. In Pessen is men blij verheugd dat na vele inspanningen het uiteindelijk toch gelukt is het zorgcentrum te realiseren. En waarschijnlijk ook nog deze eeuw. Ongeveer 5 jaar geleden werd besloten om deze locatie te kiezen voor het woonzorgcentrum. Vooral de jeugd is hier erg mee ingenomen. De wachttijd voor een woning is nu verkort van plusminus 75 jaar naar slechts 50 jaar. Uniek in Nederland is dat er sinds kort in Pessen een postkantoor is waar men 7 dagen per week terecht kan. Een geldautomaat daarentegen kan niet geplaatst worden. Kijk, hier is postkantoor. Bij de gemeente Hogeveen is een aanvraag ingediend bij de WVG-voorzieningen voor gemotoriseerde rollators. Dit om de bejaarden in Pessen ook de mogelijkheid te geven om de bank in Hogeveen of Ruinen te bezoeken. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het Bummelverhaal niet op waarheid berust. Niet op waarheid berust? Niet op waarheid berust. We gaan over naar onze correspondenten ter plaatse. Beste kijkers, het verhaal van de Bummel is verzun. Wij hebben namelijk wetenschappelijk aangetoond dat hij niet leven kan. Weet je wat het is? Een buzing en een molle, dat kan nooit met elkaar, nooit, want de ene zit onder de grond en de andere zit de boom, dus dat kan samen nooit wat worden. In Pessen heeft men er een nieuwe school bij. Het agrarisch onderwijscentrum Terra heeft de manege in Pessen als geschikte locatie aangewezen. De bedoeling van deze opleiding is dat de leerlingen na het succesvol doorlopen van de opleiding kunnen blijven zitten op een paard. Volgens een onlangs gehouden enquête van het bureau Intermarkt werkt Pessen hard aan het tegengaan van de vergrijzing. Op dit moment zijn er 16 dames zwanger en 9 bijna. De gemeente verheugt zich zeer over dit feit. En dan gaan we nu verder voor het weer met Leipie van de Veen. Leidie van de Veen bedoel ik natuurlijk. Goedenavond mensen en vooral de mensen uit Pessen. Na weken van heel mooi weer giet er wat van aan. Want de katten zit wat terug in het haar. Ik wil dan ook geen katten op zwoer binnen. Maar het kan dus zo een keer gaan regen. Het hoeft nu ook weer niet. Het kan ook nog wel weer verbeteren. Dat ligt een beetje aan de wind. Want ze zegt wel eens hoge boom. Maar ja, lege boom vangt een bulde water. Ja, mensen, we moeten weer aan wennen. We kregen gewoon weer aan de weer. Want zoals ze zegt, want de ekkers, als de ekkers valt met zijn debiel, dan giet de winter door hart en ziel. Mooi, je bent er. Zeg, lady, ik meen dat is ik vanavond het weer zo doen. Nee, ik was aan de beurt. Je bent daar zo vaak geweest. Nee, maar ik weet nog wel een mooie spreuk, lady. Nou?
Eén zwaluw maakt nog geen winter. Dat kennen we nog wel, lady. En mensen, ik zou zeggen, morgen weer meer weer. Dit was het nieuws van 2 oktober. Goedenavond. Die kant op. Ja. Wat mooi, wat mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, Drenthe. Goedemorgen, Valk. Goedemorgen, Valkie. Goedemorgen, zeg. Goedemorgen. Wat vroeg, ja. Ja, we moeten weer bij, jongen. Ja. Wil je nog wakker worden, jongen? Hé, nou alweer. Droet. Goedemorgen. Ha. Kom, we gaan weer op de tocht. Dat slaapt toch ook niet prettig, zo'n beddensteentje, hè? Lekker geslapen, jongens, in het posthuis op Anholt. Waar gaat de reis vandaag naartoe? We gaan vandaag naar Pessen toe. Pessen, ja. Ik heb er weer zin aan, jongens. Jullie ook? Nou, als er maar niet zoveel kleine kinderen zijn, want daar heb ik zo'n harde geschreeuw die nou, dag. Volgens mij zijn er wel veel kleine kinderen in Pessen, hoor. Hé, hey. Jongens, luister eens hem, een trekker die. Tjes. 10 uur, we zijn weer precies op tijd. De planning is weer goed. Oh. Mooi, zo. Ja, kan dat? Hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Of kun je er niet op komen, Kildy? Hartstikke fijn. Huppa. Best voor elkaar. Goedemorgen. Wat gaan we voor u inschrijven? Wat gaan we voor mee inschenken? Kijk, dat mag ik nou graag horen. Proost, hoor. Proost, hè? Ja, de behouden naar het Arnhem. Top. Hier wie kan. Het kan wel een kopje thee winnen, maar dat zal het waarschijnlijk niet winnen. Dat is toch niet? Ah. Nou, smaakt. Hij is weer heerlijk, zei ze. Je bent niet met hem, denk ik. Nee, dankjewel. Oh-oh. Probleem, jongens. Probleempie. Volgens mij, Roelof, moeten we hier recht over. Zult we in, denk je? Dat denk ik wel, ja. Oké, nou jongens, daar gaat ie. Loop maar proberen. Oh. Om de camera. Jongen, jongen, jongen. Het heeft een bootje. Peter, haal die boot. Edwin, camera even uit. Ja, kom maar. Dat is ook wat. Gewoon niet. Goed zo. Ja. 3, 2. Camera. Camera. Goed zo. Ik zou het echt niet vertrouwd zijn. En op die kater. Zo'n minuut van het laden, schiet op! En we kunnen overeenkomen of zo! Schiet toch op, man! Stel ik en Badje, en nog wat ervan? Nee. Nee, die vangt hier ook nooit wat in die sloot. We gaan de Brunebonen eten. Kom op, met een ruzie hier. Alweer Brunebonen? Ja. Kun je er allemaal zelf maar op? Ja, dan moet je wat tegen moe zeggen. Ik ben ook net naar de opname toe. Meneer, mogen wij hier door deze schuur? In de eerste dat je zo goed vraagt en in de tweede dat je zo mooi schoon bent, mag jullie wel wassen in de schuur. Nou oké, okay. Begeleid u ons even dan? Ja, natuurlijk. Kijk, nou een klein kalfje erbij ook, moet je dat eens kalf.
Ja, zo, we zijn nu aangekomen bij het kinderspeelverblijf De Prugeltjes. We gaan eens even kijken als er ook veel van die kleine prugeltjes bent, weet je wel? Dat zal vast en zeker mooi zijn. Kijk, hier zijn we kijk, goed. Kijk, kijk, daar hier mensen. Zijn we goed. Daar mensen. Kijk, er staan allemaal kinderen hier. Wat zeg, wat ben jij aan het maken? Wat verlegen van jou, Sergio. Dat hoeft niet. Dat hoeft helemaal niet. Nou, ik heb het wel bekeken. Kom op, we gaan er weer vandoor. Hij is bijna te klein van mij, maar het komt mooi. Het is met het vruchtbaarheid in Persen volgens mij niks mis. Want wat ben je nou? Wij zijn bij kinderopvangcentrum het Zandmannegie. Kinderopvang? Nou, jongens, bekijken. Maar. Peter, niet zo flauw. Kom op, dit hoort er ook allemaal bij. Kom op, we gaan hier ook naar binnen. Eén ja, kom op, Peter. Dit bent weer andere kinderen, die vinden het toch ook allemaal mooi, jongen. En wat doen jullie hier? Afrika, tot in Amerika. Nou, doen jullie hier? Gaan jullie een liedje voor ons zingen? Afrika, tot in Amerika. Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. Hand in hand, oog in oog. Hoe doen ze dat dan bij elkaar? Niet zo? Van de regenboog. A happy. Alle kleuren van de regenboog. Jongens, ik zal nou even bekijken waar we naartoe moeten. Volgens mij moeten we recht die kant op daar. Doe de camera maar uit. We gaan nou met de taxi. Volgens mij moeten we nu een keer weer naar rechts. Heb je hem weer aan, Edwin? Ja. Prima, goed zo. Mogen wij ook op de glijbaan? Nee. Nee? Waarom niet? Daar is die meneer veel te groot voor, hè? Nee. Ja, precies. En nou wil ik drank hebben. Ah, kijk eens, lekker. Nou, er zit kinderalcohol in, hoor. Ja, kinderalcohol. Dus dat is... Maakt me niet uit wat voor alcohol, als het maar alcohol is. Laten we dat eens proberen. Ja, dank je wel, dank je wel. Edwin, camera uit. Hè? Camera uit. Eindelijk een borrel. Eindelijk een borrel. In een hele Persen. Nou, proost. Proost. Op de trektocht. Maar hoe doe je dat nou met dat opdrukken, hè? Met dat opdrukken? Oh. Ik begon direct. 1, 2, 10. 3. Nog een keer. Het is eigenlijk niet goed. 10 keer opdrukken, Peter. Kom op. Het is eigenlijk niet goed. Als wij nou direct filmen, 10 keer. Is klaar. Kijk, we hebben nu aanbeland bij de jongste en bij de oudste bewoner van Persen. Mevrouw Vlederis. Ja. Hoe oud ben je? 94, 96 heb ik gehoord, geloof ik niet. Ik ben 95 en geen 96. Dat komt boven ik nog. Niet slimmer maken als dat. Nee. Dat komt boven ik nog. Ja. Ja. Weet een bosje bloemen voor met een hum? Oh, dat vind ik geweldig, man. Die kun je mooi op een vaartje zetten, dacht dat ik. Dat werd dan zeker zo. Dat is Daan, dat is de jongste inwoner van Persen. En Daan is, hoe oud is je alweer? 14 jaar, vandaag. Zo. Je kunt hem geen wijze les toe metgeven. Nee, nou nog niet, want dat kan in heel trouw. Nee, maar dan werd zijn moeder alvast, hè? Geef aan de. Kijk eens aan. Denk je dat zijn mama dat maar uit moet pakken? Dat is wat mooi. Oh, dit is wat mooi. Oh, kijk eens aan dan. Een poppy. Ik dacht, een poppy vindt die vaste wel mooi. Dat vind jij wel leuk, denk ik. Ja. Dat vind ik mooi. Geweldig. Oh, wat heb ik nou gedaan? Terras. En ik heb ook wat drinken voor jullie, maar geen drank, want ik heb gehoord dat je wel zoveel drank wat hebben onder. Nou, wij drukken ons wel een paar keer extra op. Eet je kan niet kwaad. Ik zal eerlijk zijn, ik heb een stiekem wat deur, maar moet je niet meer verder vertellen. Nee, dat doen we niet. Lekker.